Hier is Annemiek. Het is vandaag echt hondenweer. Maar goed, komt wel even goed uit, want ik ben vandaag bij het evenement Hond 2017. En daar vindt vanmiddag de verkiezing mooiste geleide hond van Nederland plaats. Ja, en daar moet ik natuurlijk wel even over vloggen. Dat snap je. Nou, ik loop hier even rond. De honden vliegen je om je oren. Het is echt geweldig hier. En je hebt ze van groot tot klein tot enorm. Echt. Leuk. Dit is geen mechelaar, dit is gewoon een kikker. Zuidkind. Je hebt hier ook gewoon allemaal shows. En dan worden die honden natuurlijk helemaal geknipt, gepoetst, weet ik veel wat, gedaan. En dan moeten ze een rondje paraderen. Nou, die van mij die zou het zo presteren dat ze zo een hoop draait in de ring. Echt. Jullie vragen je natuurlijk af, waar is Shanda, mijn geleidehond? Ja, die heb ik maar niet opgegeven, want ja, weet je, die wint meteen. En dat is zo moeilijk voor de anderen, weet je. Nee, maar zonder dolle. Shanda heeft één klein probleempje. En als ze natuurlijk wint, wat ze natuurlijk zou doen, dan zou er natuurlijk voor de geklapt worden. Nou, dan is ze helemaal panisch en zwaar in de stress. Dus dat doe ik er niet aan. Dus ik ben hier met mijn stok. Heel vermoeiend. Maar er zijn genoeg andere hondjes die ik al geaaid heb en waar je bijna een ponyritje op hebt kunnen maken. Oh, Shanda, je krijgt een nieuw vriendje hoor. Kijk nou eens wat ik gevonden heb. Oh. Nou, dus alle geleide honden verzamelen hier. En er is een hele hoop. Vandaag hebben we Anna. En Anna Kruithof is van themagroep geleidehondengebruikers. Anna die heeft communicatie op zich genomen en dit is een initiatief voor Anna. Niet alleen om die honden goed te laten keuren, maar nog veel meer om de blinde geleidehond en de gebruiker in het zonnetje te zetten en vooral in de picture. Welkom in de Amsterdam Rai, Luca Luba Ring. Kies een mooiste blinde geleidehond. Vandaag gaan we 24 honden laten keuren. Maar het belangrijkste is, we gaan de blinde geleidehond hier in de Luca Luba Ring een nieuw podium geven. Nog nooit eerder is een geleidehond op zo'n event op het podium in de ring geweest. Alle deelnemers hebben een motivatie opgestuurd en echt serieus. Ik weet zelf ook hoe bijzonder de geleidehond is. Maar zo mooi als sommige mensen het opschreven, ik raakte er zelf geëmotioneerd van. Knappe Toetsie, wat ben ik blij dat jij in mijn leven bent gestapt. Zonder jou loop ik overal tegenaan. Zonder jou voel ik geen vrijheid. Zonder jou ben ik die Anke niet die ik nu ben. Weet dat ik er voor je ben. In goede en slechte dagen. Ik hou ontzettend veel van jou. Ja, dat jij ook zou niet mooi zijn. Even aanmoedigen. Ja. En dan gaan volgens mij 7 maanden. Wil jij ook geleidehond worden? Hey. De prijsuitreiking is bijna zo ver, maar ja, weet je. Deze gaan eigenlijk wel even doen voor je. Op de allereerste plaats denk ik dat alle honden zich prima hebben gepresenteerd. Gemiddeld lag het ook ruim boven een 8. De derde prijs, de Olympische Marco, Kino Rockstar. Een prachtig resultaat voor Wiggle. En dankzij een score van bijna 10 op alle punten, scoort ze dus 9,5 gemiddeld en is daarmee de beste, de mooiste blinde geleidehond van dit jaar. We gaan natuurlijk even de winnares feliciteren. Ja toch? Hier staat nummer 3, Caroline. Oh. En nummer 2 met de hondje. Martina, gefeliciteerd. Kijk nou eens eventjes. Annemieke hier met de vlog. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Trotse eigenaar. Ja, eigenlijk wel. Toch wel. Ja. Ik dacht ik blijf heel cool, maar nee, het is toch wel wat. Ja, maar hey, bijna 10 op alles. Ja, goed. Ja. Hey, kun je nog heel even kort zeggen, waarom is hij nou zo belangrijk voor je? Omdat hij
ervoor zorgt dat ik mijn leven kan leven zoals ik het wil. Ik kan er veel meer mooie dingen bij zeggen. Ja. Ja, omdat ik zoveel van hem hou. Ja, hij is ook een knapper hoor. Hij heeft het goed gedaan. Hij zegt een geweldig rond. Nou, gefeliciteerd. Geniet ervan. Dankjewel. De wedstrijd is afgelopen. En nou ja, het was natuurlijk hartstikke spannend. Wie is de mooiste? Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om het hele pakketje. Geleidehonden zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat weet ik als geen ander. En ja, alle geleidehonden zijn natuurlijk de mooiste eigenlijk van Nederland. Dus hulde aan alle geleidehonden! Mijn hondendag zit er weer op. En het was ontzettend leuk. Maar nu ben ik kapot. Echt. Ik moest het vandaag met mijn stok doen. Zonder Shanna, mijn geleidehond. Die zit thuis. En och, dit is dodelijk vermoeiend. Shanna, jij maakt mijn leven zoveel makkelijker. En ik ben stapelgek op je. Ik neem natuurlijk wat lekkers voor je mee. En voor mij ben jij de allermooiste geleidehond van Nederland.